Marty is eigenlijk, laten we zeggen, als ik het mag zeggen, een beetje een bitch. Maar ze bedoelt het heel goed. Dus ze kan ze wel wat steken onder water, allez, onder en boven water geven. Maar ze bedoelt het eigenlijk wel goed. En ze wil heel veel vriendinnen maken, denk ik. En voelt zich wel thuis bij haar vriendinnen. Maar kan ze wel zo wat scherp uit de hoek komen. De mannenverslinster van onze groep. Ook wel. Ja, French is daar denk ik wel helemaal anders dan Marty, toch? French is vooral heel de tijd vrolijk. Ze is ook toch wel echt de vriendelijkste, als ik het mag zeggen, van heel de groep. Ze komt direct overeen met Sandy. En ik zie ze wel als zo een springend veld die van alles nieuw wilt proberen en er gewoon voor gaat. Ja, we zijn de zesde dag van de tweede week aan het repeteren momenteel. Het voelt goed. Ik vind echt dat we al heel veel gedaan hebben. Maar ja, het is wel een kort dag natuurlijk. We hebben niet meer heel veel tijd. Maar ik zie het wel goed komen. Ja, het is echt al wel heel druk geweest. We zijn echt zes dagen op zeven zijn wij bezig hier. En het is vermoeiend, maar op zo'n heel goede manier. Ik haal er superveel energie uit. En wat dat wij op zo'n korte periode al allemaal hebben kunnen onthouden, vind ik echt... Ik verbaas mezelf en ons. Ik ben echt onder de indruk. Heel aanstekelijk om energiek te blijven. Ja. Iedereen kent die Grease-klassieker, dus dat is gewoon leuk om daarop te kunnen werken. Grease echt altijd mijn favoriete film geweest. Dus dat ik er nu in mag meespelen, is wel een beetje een droom voor mij. En het is ook gewoon leuk dat iedereen het kent, maar dat wij het dan toch net in een echt nieuw jasje van deze tijd nu gaan brengen. Ja, want wij kennen het, ik ken het echt ook van vroeger. Met mijn familie keek ik altijd naar Grease en zo. En eerst dacht ik, dus dan gaan we zo de oude versie brengen. Maar dat is het eigenlijk totaal niet. We hebben het echt helemaal in een modern jasje gestoken. We spelen ook gewoon een beetje pubers van deze tijd, laat het zo zeggen. En het is super energiek en super veel... ik denk dat heel de zaal op een bepaald moment gaat willen rechtstaan en willen meedoen. Dat hopen we. Ik zou dat willen doen, moest ik in de zaal zitten. Ja, dat hopen we. Iedereen moet komen kijken, omdat het een supergoeie cast is. Ik ben elke keer echt verschoten van hoeveel talent mijn collega's hier hebben. Dus dat is al heel fijn. Het gaat gewoon keileuk worden. En ik hoop inderdaad dat ze allemaal gaan rechtstaan en gaan dansen. En dat iedereen met een keigoed gevoel naar huis kan gaan. Ja, het zit gewoon, de show zit vol energie, vol humor, vol kwetsbaarheid ook. Echt, alles komt aan bod gewoon. Romantiek, humor, een beetje wat spanning en zo. Maar dat houdt het ook natuurlijk kei spannend. En de muziek is gewoon geweldig. Ik zit in mijn auto soms en dan zet ik Grease op. En dan begin ik te wenen van blijdschap. Dat ik hier mag staan bij iedereen en dat ik het zelf mag brengen. Dus ik denk gewoon dat daarvoor de mensen moeten komen kijken van wat we ervan hebben gemaakt. Ze blijven wel in je hoofd zitten, de nummers. Dus ik denk wel dat ze er nog een paar dagen mee in hun hoofd gaan zitten.